God zegen iedereen, welkom bij Wees Verbonden. Vandaag wil ik iets kleins met jullie delen. En het, deze afgelopen maand ben ik heel erg de opstanding en aan het bestuderen, de opstanding van Jezus Christus. En ook de opstanding van ons, wat die opstanding van Jezus voor ons betekent. En een hele bijzondere tekst is 2 Korintiërs hoofdstuk 5, dat ik graag voor jullie wil lezen, een gedeelte, en dat het ook voor bemoediging zal zijn, want Paulus zegt het zelf ook, dat deze, dat door die opstanding, door die hoop die we hebben in Christus, dat we ook goede moed daarin kunnen hebben. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 5, en we gaan lezen vanaf vers 1. Het woord zegt ons: wij weten immers dat wanneer onze aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Dus hier spreekt Paulus, hij praat over tent en woning. Hier spreekt hij over de tent, dat is nu het lichaam dat wij hebben, dat is nu onze tent. En hij zegt, wij hebben nu in de hemel, heeft God voor ons bewaard een gebouw, een woning. Dat hij zegt, een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, maar die nu in de hemelen voor ons is bewaard tot op de dag dat Jezus terugkomt. Dus dit aardse huis, deze tent, zegt hij, zal overkleed worden door deze woning die uit de hemel is. Vers 3. Als wij maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en we weten dat zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed, daar zegt hij het weer. En wij hebben meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En eigenlijk wil ik verder lezen, maar tot hier. Wat Paulus hier zegt tot ons is dat wij dus in deze tent wonen. Wij wonen dus in dit lichaam. En wij hebben het zwaar te verduren, hè, in deze wereld. Wij hebben het zwaar te verduren. We hebben verdrukkingen, we hebben lijden, we hebben van alles. En hij zegt, we hebben het zwaar te verduren in deze tent. Maar wat hij hier zegt is, ja, je hebt het zwaar te verduren, maar je moet er doorheen gaan eigenlijk, wat hij hier zegt is. Want je wilt niet ontkleed worden, maar je wilt overkleed worden. Want je wilt niet naakt bevonden worden. Wat Paulus hier zegt is dat wij hebben deze hoop en wij leven in deze aardse tent. Maar in deze aardse tent moeten wij een leven leven die wel behagelijk is tot de Heer. Een leven leiden van heiligheid. Een leven leiden dat de Heer behaagt. En als wij dit leven leiden dat wel behagelijk is voor de Heer, dan zal deze tent overkleed worden met deze woning van God. En dan zal het leven dat over ons komt, het nieuwe lichaam dat we zullen krijgen, zal al het sterfelijke verslinden. En zodat wij dan verheerlijk zullen zijn in de aanwezigheid van God. Maar hij zegt, je wilt dus juist overkleed worden.
En je wilt niet naakt bevonden worden. Want degenen die naakt bevonden worden, zijn degenen die niet een leven hebben, die niet wel behagelijk is tot de Heer. Een leven dat niet in de heiligheid van de Heer is. Een leven dat niet volgens de wil van God is. En dus er zijn dus twee personen, dat wanneer Jezus komt en dat wanneer de opstanding der doden zal plaatsvinden, zijn er dus twee soorten personen. Personen die in hun aardse tent de Heere wel behagelijk zijn geweest. En personen die in hun aardse tent de Heere niet wel behagelijk zijn geweest. En degenen die de Heer wel behagelijk zijn geweest, zullen overkleed worden. En degenen die de Heere niet wel behagelijk zijn geweest, zullen ontkleed worden. Het zullen naakt bevonden worden. Die zullen dan niet ontvangen, niet het lichaam ontvangen, zodat ze deel kunnen nemen aan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de nieuwe schepping. Maar Paulus zegt, wij hebben goede moed. Dit hoort ons goede moed te geven. Want hij zegt, we hebben altijd deze goede moed als wij weten dat zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonen zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En wat Paulus doet in deze brief is, de Corinthiërs willen van hem weten, waarom noem je eigenlijk zelf apostel? Laat zien wat jouw apostel maakt. En wat Paulus laat zien is zijn zwakheden, zijn lijden, zijn moeilijkheden, zijn strijden, zijn worstelingen. Dat is wat hem een apostel maakt. En wat hij hier zegt is, leef niet door aanschouwing. En soms misschien kijken naar iemand die een christen is, of iemand die gelovig is, en die gaat door zoveel lijden heen, door zoveel verdrukkingen, en dan zeg je van, ja, dit is geen, dit slaat nergens op. Waarom zou God willen volgen als het zo is? Maar hij zegt hier, nee, wij leven niet door aanschouwing. Misschien ziet de aardse tent er niet mooi uit. Maar als je de Heer wel behagelijk bent, dan heb je een hoop in Christus Jezus voor een vernieuwd, verheerlijkt lichaam. En hij zegt, wandel door geloof. Maakt niet uit waar je doorheen gaat. Je moet wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want aanschouwen brengt angst. Aanschouwen, als je leeft door aanschouwen, door wat je alleen maar kan zien, dan krijg je angst, dan krijg je van alles binnen. Maar hij zegt, leef door geloof. En waar moet het geloof op gevestigd zijn? Op Jezus Christus, die zal komen, de hoop der heerlijkheid, zoals Paulus zegt. En die zal komen en ons uit de doden zal doen opstaan. En hij zegt nogmaals, wij hebben goede moed. Want wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Maar hij zegt, en dan zegt hij, hier zegt hij van, wij, zolang wij in het lichaam zijn, zijn we uitwonend van de Heer. Natuurlijk hebben we natuurlijk meer behagen in om uit het lichaam te wonen en bij de Heere te zijn, want dat is geweldig, hè? Maar hij zegt, wat het ook is, het zij inwonend, het zij uitwonend, ik wil de Heer wel behagelijk zijn. Waarom moeten we de Heer wel behagelijk zijn in ons lichaam nu op dit moment? En dit gaat tegen alles in van, dit brengt ons naar een diepere christelijke discipelschap, een christelijk leven dat wel behagelijk is tot de Heer. Want heel vaak denken we dat, ik heb één keer gebeden dat de Heer in mijn hart komt en nu ben ik een christen en that's it, ik ga naar de hemel. Maar dat is niet het christelijk leven zoals Paulus het hier ziet. Wat Paulus hier ziet is dat wij wel behagelijk tot de Heer moeten zijn. En dat wij een leven moeten leiden, een constant leven moeten leiden van geloof, van opoffering, van een offer, een levend offer zijn tot de Heer, ons kruis te dragen. En dat wij in dit lichaam trouw zullen zijn. Want als wij trouw zijn in deze aardse tent, dan kan God ons toevertrouwen met die woning die Hij voor ons heeft. Het nieuwe, verheerlijkte lichaam dat Hij aan ons wilt geven. En waarom? Waarom? Wat motiveert ons? Wat moet ons motiveren om de Heer wel behagelijk te zijn? Dat is wat hij zegt in vers 10. Hij zegt, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden.
opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus wat Paulus hier zegt is, hey, wat je hier doet, heeft effect op wat gaat komen. Als ik de Heer welbehagelijk, als ik de Heer welbehagelijk zal zijn, dan zal ik mijn vergelding ontvangen. Want een ieder van ons moet voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En daarom moeten wij ervoor waken om levens te leiden die welbehagelijk zijn tot de Heer. Om trouw te zijn in deze aardse tent. Om standvastig en te blijven volharden in deze aardse tent. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wij moeten allemaal rekenschap geven aan de rechters der rechters, Jezus Christus, voor hetgeen dat wij in dit lichaam hebben gedaan. Hetgeen wat wij door middel van ons lichaam gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En het beste is dat het goed is. He? En dat het niet iets kwaads is. Maar het feit staat dat wij allemaal voor die rechterstoel moeten verschijnen. En laat dit een bemoediging zijn. Laat dit een hoop zijn voor ons allemaal. En een motivatie zijn of niet motivatie, maar of ja, motivatie om door te gaan, om heilig te leven. Een motivatie, een oproep, laat me dat noemen, een oproep zijn om welbehagelijk tot de Heer te zijn. En alles wat niet behagelijk tot de Heer is, dat je dat aan de kant zet. Iedereen weet wat niet behagelijk is tot de Heer. Want de Heilige Geest vertelt het jou. Jouw geweten vertelt het jou. Het woord van God vertelt het jou. Dus in ieder van ons weet wat wel behagelijk is tot de Heer. En wat niet wel behagelijk is tot de Heer. Maar laten wij allemaal levens leiden die wel behagelijk zijn tot de Heer. Zodat wanneer wij tot die rechterstoel van Christus komen. Dat wij rekenschap kunnen geven van goede dingen. En dat wij voor de Heer zullen komen. En dat wij allemaal zullen horen van de Heere. Je hebt goed werk gedaan. Je bent getrouw geweest in het weinige. En ik zal je nu stellen in het vele. Yes! En daarmee wil ik jullie bemoedigen. En laten wij blijven hopen. We hebben deze hoop, de opstanding. Dat wij zullen opstaan uit de dood. De dood zal vernietigd worden. En dit is allemaal begonnen in Christus Jezus. Hij is de eersteling uit de doden, die uit de dood is opgewekt. En wij zullen hem volgen, want wij zijn zijn volk. Wat voor Christus waar is geweest, zal voor ons waar zijn. Want Christus leeft en hij is getrouw. Amen. God zegen jullie. Tot de volgende keer.